Goedemorgen. Even mezelf opzoeken. Zoek, zoek. Goedemorgen. De reacties erbij. Ja, kijk eens. Daar zie ik wat. Goedemorgen. Beta, Patricia, Yvonne, Karin. Goedemorgen allemaal. Zo. Goedemorgen. Gezellig dat jullie meekijken vandaag weer. Nou ja, het is echt knutselweer vandaag. Hè? Het is tenminste hier wel. Het is het zou gisteren ook zo'n weer worden. Gisteren hadden we een hele mooie dag, onverwachts. Maar nou ja, nu kijk ik door het raam en zie ik eigenlijk alleen maar ja, donkere wolken. Dus lekker weer om te knutselen. Lekker weer om live te gaan. En ik ga jullie vast even laten zien met wat voor kit ik aan de slag ga. Ik ga aan de slag met goedemorgen. Ik zie dat er nog wat mensen binnenkomen. Gezellig. Ja, prik halen. Dat ga ik volgende week ook doen, Jolanda. Dan hebben we die maar weer gehad, hè. Goedemorgen. Plat vanaf de bank. Nou, dat klinkt niet heel positief. Maar gezellig dat je ook meekijkt, Gea. Nou, ik ga aan de slag met kit. Ik vind je lief. Ik vind je lief. Ik zal even kijken. Ik heb het niet opgeschreven. Oei. Ik vind je lief. Kost €19,99. Wat zit er in deze kit? Nou, in deze kit zit het geweldige, leuke knipvel. Nou, Jolanda is er van de week natuurlijk ook al mee bezig geweest. Maar en misschien hebben jullie die ook al gezien, maar ik laat hem toch nog even snel zien. Dit geweldige knipvel, nou ja, ik vind je lief heet hij natuurlijk. Super lieve gnomes staan erop. Nou, dat kan natuurlijk voor heel veel gelegenheden. Voor een trouwdag, een bruiloft, gewoon ik vind je lief, Valentijn. Nou, dat is natuurlijk al lang geweest. Maar ook voor een verjaardag zou dit natuurlijk hartstikke goed kunnen, hè. Dus nou, die zit erin. Deze geweldige... ja, een standsetje, standsmalletje is het. Billus Flowers. Ik dacht Billy, maar er staat echt Billus Flower. Een hele mooie bloem. Ga ik straks ook verwerken op mijn kaart. Jolanda heeft maandag ook al laten zien hoe je deze heel leuk op kunt bouwen. Ga ik ook nog even in het kort doen. En natuurlijk het geweldige papier Love Letters. Nou, even snel er doorheen. Een streepje. Dit vindt mijn camera waarschijnlijk niet zo leuk. een hartje. Met roze. Zeg maar een roze, rode, roze, rood, fuchsia, grijze tinten. Een dotje. En nog een mooi hart. En een heel mooi script. Deze vind ik ook echt helemaal geweldig. En zo nu en dan zit er dan zo'n mooi rood stukje script ook bij tussen. Deze, een beetje een barok printje. Nou, dit is mijn favoriet. Ga ik trouwens niet gebruiken vandaag, maar een heel mooi ja, houtstructuur in het lichtgrijs. Die vind ik echt fantastisch. Maar ik ga hem niet gebruiken. Hoe leuk is dat? En dan op de achterkant staan deze schattige poesjes allemaal. Nou, in de kleuren, dus in de mooie kleuren. Zwart met ja, lichtroos en een beetje grijs. En het rode. Fuchsia zou ook kunnen. Nou, echt een superleuke kit. Nou, dit alles samen. Dan heb je best een compleet pakket. Staat in de webshop van €19,99. Nou, hier ga ik mee aan de slag. Ik leg het even opzij, want ik heb al een en ander voorbereid. Oh ja, er zitten natuurlijk ook nog die twee Dutch Doobadoo mallen in. Oh, die heb ik hier niet bij de hand liggen. Ik denk, ik vergeet nog helemaal wat. Maar er zitten ook nog twee Dutch Doobadoo mallen in. En van Slimline kaartjes. Jolanda heeft vorige week die met het hart gemaakt. En ik ga nu, nou ik pak hem er hier zo wel even bij. Want ik heb hem al even bijna helemaal voorgeknipt. Met deze aan de slag. Ik ga er even een speciaal kaartje van maken.
Dus deze zit erin en die met die haartjes zit erin. Dus dat zit er ook nog bij in. Nou, dat heb jij dan allemaal voor 19,99. Dus dat is best wel ontzettend veel voor niet zo'n hele hoge prijs. Ja, het designpapier is super ook, Monica. Vind ik ook echt een hele leuke, echt een complete kit met twee Dutch Doobadoo basismallen erin. Een standsmaal setje, designpapier en knipvellen. Dus daar kan je veel kanten mee op. Nou, waar ga ik mee beginnen? Ik zal het even uitgeven, want ik heb het erop gezet. Staat er al op. Ik begin met inkt. Ik begin met een basis van 10,5. 10,5 bij 21. Dat is mijn basis. Daar heb ik gewoon glad kaststof voor gebruikt. En daar ga ik mee beginnen. Dan ga ik dus eerst een achtergrondje maken. En straks zullen jullie zien waarom ik dat ga doen. Daarvoor gebruik ik dit Slimline Mask Stencil. Die zit met nog een aantal. Ik zal ze er even bij zoeken. In één kit. Ik geloof die. Die niet. En die niet. Die, die en die. Dus wel even de goede pakken. Die zitten met nog een aantal. Nou, het staat erop dat het er drie zijn. Maar ze zitten natuurlijk aan elkaar. Dus eigenlijk heb je zes mask stencils in één kit zitten. Nou, ik ga daarvan gebruiken deze. Met die, ja, wat zijn dat? Bloemetjes, sterretjes, een leuk figuurtje. Die komt hierop. Ik zal even mijn kliedermatje eronder leggen. Ja, er zijn veel mensen die om een prik gaan, inderdaad. Nou, mijn uitnodiging is ook binnen. Ik heb de afspraak staan. Nou, het duurde hier heel lang. Ik moest wel dik 2 weken wachten. Maar ik kan nu eindelijk dinsdag ook mijn prik halen. En daar ben ik wel blij mee. Goedemorgen. Nou, ik zet hem even vast. Met wat verwijderbare tape. Die op de onderkant. Zet mijn malletje eroverheen. Wat ga ik nou doen? Ik ga een gedeelte van dit mask stencil ga ik beinkten. Ik ga het niet helemaal doen. Ik wil namelijk een stuk vanaf de onderkant blijven. Want ik wil niet dat je dit halve ingeknipte rondje ziet. Dus ik blijf ongeveer 1 centimeter vanaf de onderkant en 1 centimeter vanaf de bovenkant. Nou, dan pak ik er 2 kleurtjes inkt. Ik heb gekozen voor fuchsia en zwart. En dan begin ik met fuchsia. Ik doe gewoon even een beetje inkt op mijn... ik heb wat spraakgebrek vandaag. Ik zou het van het weer komen. Ik doe wat inkt op mijn blending tool. En ik begin gewoon heel zachtjes... wat inkt aan te brengen. Gewoon her en der. Maar zorg dat ik gewoon wel 1 centimeter ongeveer uit de bovenkant en uit de onderkant blijf. Nou, ik hoef niet zo hard te drukken, want ik wil het niet heel heftig hebben. Pak ik mijn zwarte. Ook daarmee ga ik even over mijn stencil heen. Nou, jullie kennen natuurlijk wel die mask stencils, hoe dat werkt. Dus dat is verder niet heel speciaal. Nou, die roze mag wel ietsje verder nog, vind ik. Die zwarte vind ik prima zo. Oh, het gaat hier tekeer met de wind. Ietsje sprekender op deze manier. Nou, zo ga je er een beetje mee spelen. Nou, dan haal ik hem eraf. En dan ziet het er zo uit. Nou, nu zul je denken van dat ziet er een beetje raar uit. Maar straks als deze er overheen komt, dan heb je dus dit effect. Ga je straks goed zien wat er nog meer voor leuks bij komt. Even dit opzij leggen. Ik zal even mijn
stencil gelijk even schoonmaken. Dat vergeet ik nog wel eens. En dan leg ik het aan de kant en dan wil ik het weer gebruiken. En dan is mijn stencil nog smerig. Dat is natuurlijk niet handig. Dus gewoon even gelijk doen. Mat schoon. En dan leg ik mijn mat weer weg. Want nou is mijn onderkantje klaar. Nou, per ongeluk wel een beetje ver naar boven gegaan. Maar dat is dat zie je straks niet meer zo heel goed. Het is een heel tof mask stencil, hè. Ik zal een beetje dichterbij houden. Het is ook echt heel leuk om met structuurpasta te doen. Met wit of zwart. Maar hier is het natuurlijk ook ontzettend leuk mee. Gewoon lekker met inkt. En ja, krijg je hele mooie achtergrondjes mee. Nou, dit is gewoon een heel simpel techniekje. Dat heeft verder niet zo heel veel nodig. Nou, dan gaan we verder met het volgende. Nou, ik had dus de maal niet bij de hand. Dat is een beetje jammer. Maar ik ga nu even uitleggen hoe ik dit opgebouwd heb. Ik ben begonnen met zwart. Dit ja, barokprintje. Of ja, hoe noem je dit? Wat is het voor een printje? Dat is de grootste onderkant, zeg maar. Dat is de onderste. Daar neem je dan de grootste van. Dan neem je van het hokje wat erin zit, neem je de kleinste. Dus dat is je onderste. Dan heb je een tweede. Die heb ik uit het wit gedaan. Dan neem je de tweede over. En daarvan neem je ook het middelste vierkantje over, zeg maar. Dan moet ik nog even een beetje uitgummen, zie ik. Zo. En dan heb je de laatste. Dat is de kleinste. En van de kleinste pak je het grootste. Een ruitje, een vierkantje, hoe zal ik het even noemen? Het is niet echt een ruit, het is ook niet echt een vierkant, hè? Maar dan de kleinste maat voor bovenop neem je de grootste inkeping, zeg maar. Dus die komt er dan hier weer zo bovenop. Nou, ik moet die halve rondjes nog even uitknippen. Ja, je gaat eigenlijk bij de grootste neem je het kleinste ruit. Bij de middelste de middelste. En bij de kleinste neem je het grootste ruit. Dus eigenlijk is het heel simpel. Maar je moet gewoon even goed kijken hoe je dat voor jezelf makkelijk kunt doen. Maar nou, de kleinste laag het grootste ruit. De middelste gewoon ook de middelste nemen. En de grootste het kleinste. Deze moest ik er nog even uitknippen. Ik zag gisteravond ook nog even aan de slag. Maar onze boom achter huis die stond op... Ja, eigenlijk knapper. Die was hartstikke ziek. Dus die is onverwachts gisteren omgegaan. Dus die moesten we opruimen. Dus het was even iets heel anders dan knutselen. Maar goed, dat zijn ook dingen die moeten gebeuren. Zo. Even een beetje gummen, want anders zien we dat straks terug. Dat vind ik niet zo mooi. Nou, die plak je op deze manier. Oh, andersom. Plak je zo op elkaar. Dat ga ik eerst even doen. Ja, vakje of gat, inderdaad. Ja, ja, hoe ga je dat nou noemen? Een hokje. Scheef vierkantje. Openingetje, inderdaad. Die plak je hierop. Nou, dan krijg je al een heel, heel erg leuk effect als je ze op elkaar plakt. Oh, mijn lijm meewerkt vandaag. Oh, ik ben zo onrustig. Dat komt van het weer volgens mij, hoor. Ik weet niet. Nou, die hier. Nou, ik had het al even voorbereid ook, omdat als ik dit in beeld moet gaan doen, dit wil je gewoon graag wel, die hokjes die wil je graag recht uitsnijden. Als ik dat live moet gaan doen, dan zit ik er dus gewoon continu met mijn hoofd boven. En dat vinden we natuurlijk niet leuk om te zien, want dan zie je alleen mijn hamer. En anders dan, als ik er niet meer recht boven zit, dan ga je die vakjes gewoon, een vakje noem ik het inderdaad, ga je die vakjes gewoon scheef snijden en dat vind ik niet heel tof. Nou, nu heb je dus je onderkant. En dit heb je dan
al geplakt. Maar ik plak hem niet aan de onderkant vast. Want dat ga ik doen met dubbelzijdig tape. Want ik ga er nog een extra vak in maken. Nou, hoe ga ik dat nou doen? Even kijken hoe ik hem wil. Mijn hartje, kijk, als je een printje gebruikt, let dan even goed op wat er boven en onderkant is. Dit wordt dus mijn onderkant. Daar ga ik hem dicht maken. Dus dat doe ik eerst even. Dan weet ik zeker dat ik hem goed op de onderkant heb. Dan plak ik een stuk dubbelzijdig tape op. Oh, jullie hebben zon? Nou, stuur maar even door. Oh, gezellig. Jolanda, om ook nog even mee te kijken. Nou, dit is dus mijn onderkant. Nou, heb je geen printje, dan maakt het natuurlijk niet uit wat je boven en de onderkant is. Nou, dan plak ik een stuk dubbelzijdig tape. En die plak ik hier aan de randen ook. Nou, jullie weten misschien vast wel hoe je een pocket maakt. Ik ga hier dus een pocket van maken. Wel even recht plakken. Zo. Ja. En die komt hierop. Ik plak hem nog niet vast. Ik leg hem even neer. Want ik heb straks de vakjes nog nodig. Die moet ik even aftekenen. Dus je plakt hem nu nog niet vast. Je legt hem neer. Nou heb ik een stuk kartstok uitgesneden. Ook weer in het wit. Die is, ik dacht 7,5. Ja. 7,5 bij 20. Nou, als je deze hier straks opplakt, dan zie je dat je deze hier straks zo leuk in kan steken. Maar ja, dan zie je dus die achtergrond niet meer. Nou, wat is nou de bedoeling? Ik leg dus mijn, zonder dat ik hem vastplak, mijn bovenkant op mijn onderkant. Dan steek ik het papiertje erin van 7,5 bij, wat zei ik nou, 20? Dat ga ik zo nog even meten. Steek je die erin. En dan pak ik mijn potlood. En dan zet ik even streepjes aan de boven en de onderkant van mijn openingen. Zo weet ik waar ik straks iets in beeld wil hebben. Want hier moet natuurlijk iets leuks op komen. Nou, zoals je ziet staan er allemaal streepjes op. Nou, dat is hartstikke leuk. Dit leg je even opzij. Het zit nog los. Leg je even opzij. Dan pak je je knipvel erbij. Gaan we eens even een leuk plaatje opzoeken. Ja, ik vind ze allemaal leuk. Zullen we een mannetje doen? Of een vrouwtje? Keuzestress. Ik pak gewoon de eerste. Niet te moeilijk. Goedemorgen, Nani. Leuk om ook nog even mee te kijken. Regen en wind. Ja, inderdaad. Ik zit ook in het noorden. Is goed voor de tuin. Dat dan weer wel, want die was wel erg droog. Nou, ik ga even knippen. Jullie weten inmiddels dat ik dat niet zo heel snel doe. Cent klusje, hè? Nou, het is ook leuk om als bijvoorbeeld een opkikkertje naar iemand te sturen, hè, dit, zo'n kaartje. Ik vind je lief, kan je, nou ja, je kan er natuurlijk ook een andere tekst bij doen, hè, dus je kan hier van alles wel bij doen. Dit kan eigenlijk voor heel veel gelegenheden, kan je dit wel gebruiken. En roze en rood zijn niet mijn favoriete kleuren, maar toch vind ik het wel een geweldige kit om mee te werken. Nou, dan zou ik zeggen, die plak ik hier. Maar zo alleen is hij een beetje saai natuurlijk. Dus Nathalie die had al gezien dat ik roze en zwart gras had. Dat gaan we er even bij pakken. De bloemetjes kunnen nog even opzij. Ik had inderdaad roze en zwart gras. Nou, dat zwarte gras, dat wil ik straks denk ik op de voorkant hebben. Dat ga ik nog even bekijken. Het roze gras komt hierop. Het roze gras, dat komt uit het setje, uit de kit display mallen. En daar zit dit standsetje bij. Nou, daar kan je hele leuke
tafereeltjes, scènetjes mee bouwen. Ik ben daar ook al eens eerder mee aan de slag geweest. Nou, dat hekje is heel leuk. Als je dat hekje stanst, vallen de minuscule kleine, of dat zo goed zichtbaar is, minuscule kleine hartjes vallen eruit. Dus die ga ik ook weer gebruiken. Die heb ik niet weggegooid. Ik gebruik nu het hekje en het gras hiervan. Ja, Nathalie. Nou, had je goed opgemerkt inderdaad, dat gras. Nou, ik ga eerst even kijken hoe ik het wil hebben. Ben ik in beeld aan het werk? Even kijken, want ik loop wat achter. Ik zet hem iets hoger. Hier zit mijn onderste streepje, hè, van mijn opening. Van mijn gat, mijn opening, mijn vakje. En dan zet ik die gnoom erachter. En ik wil eigenlijk dat die gnoom... Er zit een duif op mijn dak. Dat die... Gezellig. Dat die gnoom er een beetje... in het tweede vakje weer bovenuit komt. Dus op deze manier ga ik het erop plakken. Eerst mijn gnoom. Ik laat dit even los liggen. En dan weet ik waar het moet. Zorg wel dat je het goed in alle hoekjes vastlijnt. Want als je hem straks in gaat steken, kan het zijn dat hij wat blijft haken. En dat willen we niet. Dus de randjes moeten goed, echt wel goed vastzitten in de lijn. Dus dat ga ik even een beetje uitsmeren. Zo. Ja, dat beest dat maakt een lawaai. We hebben op ons, we hebben hier echt een dierenfestijn. Vorig jaar hadden we een mattennest. Nou, die is weg. We hebben nu een kraaiennest boven ons. We hebben zo'n dakkapel. Hoe noem je dat? Zo'n ding wat uitstaat. En dat is nogal luidruchtig. En dan slaap ik dus precies daar. En iedere ochtend dan beginnen die kraaien. Joh, daar word je echt niet vrolijk van. Dat is echt om te huilen. Die maken gewoon alles kapot. Of kauwens zijn het, geloof ik. Nou, die lijken wel heel veel op kraaien. Ze hebben bij ons achter is een voetbalveld. Daar hebben ze de bomen weggehaald. En sindsdien zitten ze dus bij ons. Nou, daar word je echt niet heel vrolijk van. Maar ja, dat heb je als je bij het bos woont. Hè, dan heb je last van dieren. Ja, het is heel gezellig hier. Nou, ik ben al lang blij dat we de matters kwijt zijn. Want die hadden echt twee flinke gaten gegraven in ons... hoe noem je dat? Tussen onze huizen in onze spouwmuur. Nou, die gaat er echt plat op. Normaal zou ik dit echt in 3D opbouwen, maar omdat dit in mijn pocket geschoven wordt, en die pocket is niet zo heel diep, doe ik dat dus niet. Echt goed plat erop. Nou, dan ga ik het grasje erop zetten. Ook het grasje ga ik echt even goed in de puntjes. De lijmen doen. Maar het is wel heel gezellig hoor, hier in het bos. Nog grote soort vijver. Daar wonen schildpadden. Ook heel leuk. Eekhoorntjes, hertjes. We hebben hier alles. Volop genieten. Nou, die plak ik daaronder. Goed aandrukken. Goedemorgen Yvonne. Oh, extras, ja. Nou, die kan ik vast weggummen. Die andere heb ik weggeplakt. Nou, ga ik vast even zien hoe het staat. Ik leg het er even weer op. Schuif hem er weer in. Ja, nou, dan heb ik hem denk ik net iets te hoog geplakt. Maar dat geeft niet. Er komt hier straks ook nog iets voor langs. Dus dat is niet zo heel probleem. Hier komt hij nu net heel leuk tussendoor. En dan wil ik dus op deze bovenste. Hier gaan we straks nog wat voorbij plakken op de voorkant. Op die bovenste wil ik dan een tekst hebben. Nou, die ga ik er even weer afhalen. Nou, de tekst ga ik natuurlijk van deze toffe set gefeliciteerd gebruiken. Zo.
En dan pak ik even mijn stempelhulp. Want ik wil hem in één keer goed stempelen. Anders kan ik hem nog een keertje doen. Ik had hem even iets lager moeten plakken aan het grasje. Dat heb ik bij mijn voorbeeldje wel gedaan. Maar ja, ik dacht, hij kan wel iets hoger nu. Maar dat geeft niet. Ik kan er ook altijd nog een grasje overheen plakken. Misschien dat ik dat dadelijk nog wel doe. Dan zie je net even leuker het effect door de raampjes heen. Ik noem ze nu raampjes. Tijd voor taart. Nou, hier staan die streepjes. Daar wil ik hem tussen hebben. Ik pak mijn ding er nog even bij. Als hij een beetje in het midden komt. Daar komt hij. Oh, hij blijft aan mijn vingers plakken. Nou, hij gaat lekker vandaag, zeg. Soms heb je van die dagen. Even kijken. Hoppakee. En inkt pakken. Ruzie in de Eksters. Ja, koolmeesjes zijn hier ook inderdaad. Die zijn ook leuk. Vosjes hebben we ook. Die zijn ook leuk. Al hoef ik ze hier niet in mijn tuin trouwens hoor. Ik was wel heel blij met dat leuke vogelboek van de Postcode Loterij. Vind ik zo leuk. Nou ken ik wel heel veel vogeltjes al, maar ik vind het zo leuk om te kijken. Nou, tijd voor taart. Vind ik wel een leuk stempeltje. Eens kijken of we straks nog een stempeltje erop zetten. Ik ga even weer uitgummen. Stempelhulp weer aan de kant. Gelijk weer in mijn la. Dan is dat weer opgeruimd. Ruimen jullie ook altijd alles direct op of laten jullie alles liggen? Nou, dan zitten op het knipvel zitten ook leuke hartjes. Dan had ik er wel twee van uitgeknipt. Die en die. Dus die kan je ook los weer uitknippen. En ik had natuurlijk die hartjes die uit dat hekje komen. Die heb ik bewaard. Dus die ga ik ook gebruiken. Nou, die ga ik even rondom mijn tekst plakken. Ja, opruimen. Ja, nou ja, ik op zich de basisdingen wel. Maar soms dan ben ik met zoveel dingen tegelijk bezig. Dan heb ik hier om me heen echt een chaos. Maar het is wel fijn hè, als alles weer gelijk een beetje netjes is. Kan je wel weer makkelijker aan je andere klusje beginnen. Maar het is hier nu een ontploft hobbykamer eigenlijk. Maar dat zien jullie gelukkig niet. Zo. De kleine hartjes er nog even omheen zetten. Dat doe ik gewoon op een willekeurig plekje hoor. Gewoon een beetje her en der een hartje. Hoppakee, daar eentje. Zo. Plak ik hem precies naast mijn lijn. Alles wat mis kan gaan vandaag gaat gewoon mis. Nou ja, dat geeft niet, toch? Soms hebben we dat. Daar wil ik er nog één. Nou, als ik ergens mee bezig ben en ik ben nog niet klaar, dan laat ik het wel liggen hoor. Maar ik heb die bladen uit de grote winkel met A. En daar heb ik mijn projecten in. En die stapel ik op. Dus dan blijft het wat netter. Nou is het nog natuurlijk een beetje een kaal kaartje. Ik ga hier straks nog wel een grasrandje onder doen. Want ik vind dit net een beetje te. Maar dat ga ik straks even doen op het einde. Ik ga eerst even verder. Oh ja, jullie hadden hier natuurlijk die inkeving gezien. Die wil ik aan de andere kant ook. Dat doe ik gewoon met een cirkelponsje. Die steek ik erop en ik kijk even hoe groot ik hem wil hebben. En dan steek ik hem er zo in. En dan knip ik het er zo af. Nou, dan heb je zo'n leuk half... Je kan het ook met de hand knippen. En in je stencil zitten natuurlijk ook die halve dingen. Dus die kan je ook gaan aftekenen en dan gaan afknippen. Dus dat zou ook nog kunnen. Pak ik even een multiliner. Ik ga eerst een gaatje maken. Maak eerst een gaatje.
dames. Ik ben echt rommelig bezig vandaag, zeg. Nou, die komt in het midden. Dat is netjes aftekenen. 7,5, 3,6. Nou, echt netjes midden heb ik dan dus niet. Dan doe ik hem op de gok. In het midden. Nou, het zit mooi in het midden, toch? Nou, ik kom straks even een eyeletje in. En omdat label, dat grote label, de tag. Hé, hey, maar ik mis een hartje, ik denk al. Nou, die moeten we straks ook weer even opnieuw gaan maken. Er schiet hier een hartje af. Ik denk, wat is het advies? Maar er staat een hartje op en dat hartje is nu weg. Nou, gaan we straks ook even overnieuw doen. Hier zit er nog wel bij. Nou, wat gemeen. Nou goed, hij is weg. Gaan we straks overnieuw doen. We gaan een randje met een multiliner doen. Gewoon uit de losse hand. Hoeft ook niet helemaal aan één gesloten te zijn. Dan krijg je net wat meer... dat het wat levendiger wordt. Want anders blijft het wel een heel steriel kaartje. Ik hou van heel... kaal. Maar dit is wel heel erg kaal. Her en der even een beetje een kriebeltje. Van de vier slaapkamers is de grootste mijn hobbykamer. Dat heb je goed voor elkaar, Gea. Nou, zo is het al iets meer aangekleed. Kijk of mijn hartje hier nog ergens ligt. Maar ik kan hem niet, niet vinden. Wat flauw. Ook niet hier. Mijn liniaal misschien. Want ik heb mijn liniaal erop gehaald. Nee, ook niet. Nou, dat handje ga ik straks weer even terugzoeken. Dat is, dat ga ik nu niet stansen. Maar dat ga ik straks terugzoeken. Nou, nu kun je dus je basis er weer bij pakken. Je pakt je in elkaar geplakte dingen met je... In elkaar geplakte dingen. In elkaar geplakte lagen met foam tape. Ja, precies. Zo'n doedelrandje is net even, staat het net eventjes iets minder, minder steriel. Ik ben echt wel van de hele kale kaartjes. Maar zonder dit randje was hij echt heel kaal geworden. Er komt natuurlijk nog een eyeletje in. Straks nog een strikje. Nou, deze komt precies in het midden. Ik trek hem even een beetje naar me toe. Want anders dan krijg ik dat niet netjes. Zo. Nou, gaan we even kijken hoe die eruit ziet. Ja, er moet nog even iets onder, want hij is nu net, wat te hoog en dat is geen probleem. Dan gaan we straks even, nog een randje met gras onder doen. Maar dan heb je dus hij blijft wel ergens op haken, nee toch niet. Een pocket en als je hem er dan uithaalt, dan heb je zo'n leuk achtergrondje. Nou, dan moet er natuurlijk de voorkant nog versieren. Dat ga ik doen met de tag erin, zodat ik precies weet... Wat waar komt. Nou, vond ik die bloemen. Dat is dus die stans hè, die bij de kit zit. Die mooie Billis Flower. Die vond ik daar echt heel leuk bij. En die bedacht ik aan de zijkant. Er komen natuurlijk ook nog gnomes. Misschien dat ik ook wel hier overheen op deze manier nog het gras doe. Want er komen hier ook nog gnoompjes naast te staan. Dus dan heb je dat ook alweer een beetje... weggewerkt op die manier. Die heb ik in twee kleuren uitgestanst. In het roze en in het fuchsia. En in het anthraciet. Het is niet echt zwart, het was anthraciet. Maar dat was op de foto een beetje lastig te zien. Ik weet niet hoe het op beeld overkomt. Maar het is echt een beetje een anthraciet kleur wat ik gebruikt heb voor het gras. Nou, Jolande had dat natuurlijk van de week ook al laten zien hoe je dat doet. Je knipt eigenlijk gewoon de... Uit de... kleur waarvan je de bloemetjes wil, knip je de kleur af. Of de takjes af. Hè? De kleuren bloemen knip je uit. Dat is echt een beetje verkeerd. Ik ben zo druk bezig. Komen daar dan op.
Jullie hebben allemaal de grote slaapkamers ingepikt, lees ik wel. Verstandig, Daas. Nou moet ik zeggen, ik heb hier ook wel een hele ruime zolder, hoor. Nou, van zo'n ruimte. Ik had voorheen een wat kleiner kamertje. Toen had ik het wel opgeruimder. Het nadeel van nu is dat ik het eigenlijk makkelijker laat liggen. Maar goed, zo heeft alles voor- en nadelen. Hè? Ik kan nu weer veel meer kwijt. Ik heb ook gewoon veel meer ruimte. Ik heb een heel groot bureau van, nou, ik denk 3,5 meter breed. Dus dat is wel heel prettig. Niet dat ik dat 3,5 meter breed gebruik, maar het ligt wel vol. Nou, die plak je hierop. En dan zit ik even te kijken of ik die bovenkantjes ook nog... Nou, ik denk dat ik ze niet allemaal ga doen, die knopjes. Ik denk een paar. Wel leuk, hè, om die knopjes ook nog in kleur te doen. Maar ik vind het ook wel leuk om ze om een paar grijs te houden. Dat is bij een echt bloemetje natuurlijk ook zo. Dan zitten ze nog in knop, dan is het de kleur van het blad. Dan doe ik gewoon eentje in het roze. Nou, die ga ik hier plakken. En deze ga ik iets korter maken, want die wil ik hier bovenin hebben. Zo had ik hem ook al neergelegd, dat zien jullie. Ik neem het gewoon gelijk even het onderkantje af. Nou, dan gaan we deze ook even uitknippen. Oh, het lijkt wel herfst, zeg. Het is maar goed dat we gisteren die boom neergehaald hebben, want anders was hij denk ik vandaag omgewaaid. Dat is ook een mooi feest geweest. Zo, die komt dan hierop. Dan moeten we straks nog een paar leuke gnoompjes weer uitzoeken natuurlijk. Want die willen we er natuurlijk ook op hebben. Ja, ik ben helemaal gek op gnoompjes. Ik vind dat zo helemaal geweldig. Nou, dit is natuurlijk helemaal een tof knipvel. Dat ik vind je lief. Maar op de één na grootste is ook prima, Willy, toch? Die komt hier. Deze ga ik hier straks op doen. Dat vind ik wel mooi. Mooi stukje lint. Nou, dus even de stukjes er nog uitdrukken. Ik zal even jullie weer tevoorschijn halen, want ik ben jullie kwijt. Ik zie ineens geen... Ja. Even kijken, daar zie je de reacties wel weer. Ik heb geen beeld, maar ik zie wel weer reacties. Nou, zullen we eens even een gnoompje weer uitzoeken? Brrr, waar is mijn gnoomvel? Waar bent u? Hier. Oh, er zitten ook nog hele leuke envelopjes op en vogelhuisjes. Oh, ik vind het zo leuk. Even kijken. Deze bovenste vind ik wel leuk, die op zijn kont zit. Die ga ik eerst eens even uitknippen. Die heeft een liefdesbrief. Of een liefdesbrief, een brief met een vastgeplakt hart. Het is een pakket, het is een kit. De link van deze kit staat bovenaan mijn live wel. En hij, als het goed is, komt hij nu dadelijk zo ook wel in de groep te staan. Het is de kit Ik Vind Je Lief. In die kit zit twee Dutch doobadoemalen, tekenmalen. Er zit deze bloemenmal in. In de kit zit dit knipvel van de gnomes Ik Vind Je Lief. En zet designpapier zit erin. Dus dat is al een complete kit waar ik nu mee aan de slag ben. Alleen het grasrandje en de stempels komen uit een andere kit. Joep.
daar is hij weer. Ik vind knip in beeld altijd zo erg. Die zetten we zo gezellig bij dat bloemetje neer. En een beetje hoger misschien. Dan zit hij vlak bij mijn andere knoompje. Zo. Deze moet erachter. Even een beetje opbouwen om te kijken hoe ik het wil hebben. Hoe ik het leuk vind. Kijk eens. Op deze manier ga ik hem in elkaar zetten. Nou, dan ga ik eerst mijn grasrandje doen. In dit geval doe ik dus alleen het onderste randje inlijmen. Nou, ik vind knippen niet zo erg hoor. Maar als ik dan het idee heb dat ik snel moet, terwijl ik eigenlijk niet snel hoef, maar dan, dan vind ik het wel lastig. Zo. Deze ga ik er een klein beetje onder zetten. Kijk even waar ik hem af ga knippen. Doe ik een beetje scheef met het grasje mee. Zie je dat? Dan krijgt hij een beetje een mooi afgerond kantje. Rechts vind je mooier. Nou, ik ga nog eens even kijken of ik dat ook leuk vind. Kan natuurlijk allemaal, hè. Zetten we hem rechts. Dat kan ook. Zo. Nou, dat is ook prima. Deze ballen we een beetje op. Zo. Een klein beetje in het midden. Druk hem onder het grasrandje. Trek even deze eruit. Zo. Zo, dan komt hij wat bol te staan. Maar let op als je hem dan vast wil zetten. Dat je geen lijm doet op, op de plek waar de opening zit. Hè? Dus echt even op het randje doen. Ja, ik vlieg er weer uit. Even kijken of ik de reacties weer terug kan krijgen. Nou, dat doe ik met 3D-kit. 3D-kit kan je nog een beetje verplaatsen. En dat vind ik wel, wel super handig. Ja, is beter zo, hè? Een beetje aan, die kant. Vind ik ook. Ja, ik heb wel reacties. Ik heb geen, geen beeld. Onder het gras wilde ik jou hebben met je voetjes. Huppakee. Even meewerken, meneer Gnoom. Daar is hij al. Oh, de kit een beetje. Nou, door de kit gaat hij automatisch een beetje bol staan. Het... ik loop helemaal vast. Nou zie ik niks meer. Loop ik nog? Even kijken. Hallo? Ja, ik ben er nog. Ja, ik ben er nog. Zo. Nou, deze die wil ik hier dan. Een mooi fijn bloemetje. Die ga ik wel gewoon met lijm doen. Ja, het is altijd lastig. Hè? De een vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. Maar dat is het leuke. Hè? Je gaat het gewoon lekker op je eigen manier maken. Dat is het leuke van kaarten. Dat is het leuke van creatief zijn. En gewoon lekker doen zoals jij het leuk vindt. Hè? Niks moet. Ja, fijn. Ik loop inderdaad. Ik zag het op mijn scherm inderdaad. Op mijn telefoon dat ik nog doorliep. Maar... ja, mijn laptop stopt ermee of zo. Nou, even kijken. Ik ga natuurlijk ook nog even een heel klein stukje van mijn kaartje afhalen. Dan maak ik hem gewoon iets korter. Dus plak je grasrandje iets lager. Dan zal ik er nog wel weer even een doodelrandje op. Even kijken. Ja,
Dat is beter. Zie, dan is hij leuker. Alleen, dan steekt hij net. Zie, dan komt net zo zijn mutsje een beetje naar voren. Naar boven in het tweede gaatje. Zo van kiekeboe. Daar ben ik. Dat is leuker, hè? Nou, dan, ik zou hem wel op lengte houden die ik oorspronkelijk had. Want dan, is hij net, dan komt hij net aan de bovenkant iets mooier eruit. Dit is wel beter. Om daarna nog een grasrandje bij onder wordt het net wat te propperig. Maar kijk. Zo is hij leuker. Zie je dat? Nou, dan gaan we nog even een... je kan hier bovenin nog een eyeletje doen. Die hebben we niet bij hobby's. Ik doe er dus gewoon even een stukje lint in. Ja, fijn dat het allemaal nog doorloopt. Yo, het gaat hier allemaal zo rommelig. De hele ochtend al. Soms heb je van die dagen dan... Nou ja. Even een schaar pakken. Een stukje lint erdoor. Ik heb een mooi groot stuk gebruikt. Nou, je moet ook doen wat je zelf leuk vindt. Nou, straks nog even op zoek naar het verdwaalde hartje wat hier nog hoort. Je hoort het wel. Kijk, als je deze er dan zo uithaalt, dan heb je dan ook nog gewoon een heel leuk kaartje op zich. Hè? Je kan het natuurlijk nog meer pimpen. Ik heb dat bewust niet gedaan, omdat ik hem leuk vind als je het erin steekt, dat het allemaal een beetje tevoorschijn komt. Ja, kijk, nu komt dit ook wat lager, nu ik hem eraf gesneden heb. Nou, hij past er nog wel net in, zie ik. Dat is mooi. Tijd voor taart. Zo, komt net met zijn neusje erboven. Nou, dan heb je zo een kaartje. Ik ga straks het label nog even een keer overnieuw maken, want hij is mij niet helemaal... ik had het even het grasrandje dus iets lager moeten plakken. Dan heb je dus dit effect met die hele toffe maal. Ja, op mijn vorige kaartje, die heb ik hier niet meer, maar dan had ik dezezelfde gemaakt, heb ik deze gebruikt. Die is iets hoger. En dan zie je leuk de ballonnetjes hier net bovenuit komen. Dus dat is ook wel heel tof. Dan zie je net die ballonnetjes daar bovenuit komen. Ik wilde de tweede net even weer wat anders maken. Maar dat is ook ontzettend leuk. Dan doe je dus... ik heb hem even uitgeprint. Wat wel eens voorbeeldje. Kijk hier, zie je dus die ballonnetjes. Ga ik straks de foto wel even van plaatsen. Die heb ik wel een foto van gemaakt. Dus dan kunnen jullie die ook even zien. Zet ik ze even naast elkaar. Dan kunnen jullie het verschil zien van beide kaartjes. Maar zo kun je dat maken zoals je dat zelf wil. Je kan hem ook op zijn kop zetten. Alleen ik vind wel fijn dat ik er rekening mee hou dat als je deze eruit trekt, dat dit ook nog een kaartje aan zich is. Hè? Nu heb je dus een kaartje. Had ik hier een gnoom half op de kop geplakt, zodat ik hem hier uit laat steken. Dan was dat op dit losse kaartje heel raar geweest. Wat je wel nog kan doen, dat is misschien dan wel leuk nog, is... Maar dat moet je dan van tevoren doen. Ik zal het nog even laten zien ook. Dan moet je dat doen voordat je de bovenste gedeeltes met het foamtape op je onderlaag plakt. Eens kijken of ik dat er nog weer tussen kan krijgen. Joep, even snel weer knippen. Nou, dit was een turbo knipactie. Kijk, dan kun je zeggen van, nou, ik wil hem hier nog een beetje zo op de kop eruit laten steken. Dat is wel heel leuk, alleen dat zou je dan vooraf moeten doen. Want als je, ja, nu achteraf krijg ik hem er niet meer goed tussen. Misschien dat ik hem zo meteen nog wel even loshaal. En dan er nog even een beetje tussen laat plakken. Als ik hem nu nog vast zou plakken... Dan zit je dus met het dat je hem niet helemaal goed vast krijgt. En dan blijft het wat haken. Nou kijk, dat is niet helemaal grappig zo hier nu. Omdat het dan een beetje overlapt. Maar dat zou je ook nog kunnen doen. Maar dan moet je dat doen vooraf je de binnenkant vastplakt. Dus maar dan heb je dus eigenlijk weer een heel ander soort kaartje in een hele korte tijd... Met ook die Dutch doobedoe maal. Hoeveel vellen designpapier zitten erin? Er zitten 12 vellen designpapier in.
En ze zijn dubbelzijdig. Van elk vel zitten er drie in. Dus A4. Het staat ook wel in de webshop. Bovenaan mijn live heb ik de link gezet van deze kit. En daar kan je ook precies zien wat erin zit. Er staat ook een foto bij met een overzicht van wat er allemaal in die kit zit. En er staat ook al een filmpje bij van Jolanda. Jolanda was er maandag live mee, dus die zou je ook nog terug kunnen kijken. Die heeft er ook iets leuks mee gemaakt, dus meer inspiratie. Dit filmpje komt ook nog op YouTube. En dat kan je later ook nog terugkijken. Hier komt nog een grasrandje onder, denk ik. Ik ga straks nog even mee verder. Maar dit was dus het ideetje wat ik met jullie wilde delen met deze toffe Ik Vind Je Lief kit. En ik hoop dat ik jullie hier weer wat inspiratie mee heb mogen geven. En in ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. En ik zit al even te denken wanneer ik weer kom. Dat weet ik niet precies. Maar tot de volgende keer. Doei doei!